weet enkel dat ik met mijn zijkant van mijn rug, deze kant, tegen mij de reservoir aankwam. En ik zit niet alleen, maar dat gaat jullie lekker niks aan. Nee. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Welkom bij een nieuw vlog van Corinda en de Beestenbol. Mal beestje. Het is voor mij niet zo goed gegaan. Nee, het is een slechte dag begonnen. Ik ben gevallen. Ja, en niet zo zuinig ook. De hele linkerkant doet zeer van achteren. En hoe het gegaan is, ik weet het niet. Ik zou de hondjes vanochtend naar buiten laten. En ik moest zelf naar de wc. En ik heb de deurkruk vast. Ik heb mijn eigen stok in mijn handen vast. Dat staat naast me. En toch, hoe het gegaan is, ik weet het niet. Ik denk dat ik door mijn benen heen zakte. Ik weet het niet. Het was een fractie van een seconde. Het ging allemaal zo snel. Ik weet enkel dat ik met mijn zijkant van mijn rug, deze kant, tegen mij de reservoir aankwam. Gelukkig heeft die geen scherpe rand, maar bol allemaal. Het doet me toch een passie zeer. En toch ben ik niet verkleurd, niet groen, niet geel, niet paars, niks. Ja, mijn haar. Maar mijn rug dus niet. Het doet toch zeer niet dat mijn spieren het beste opdonder hebben gehad. Maar oh, mensen, wat heb ik een pijn. Zelfs als ik heel diep ademhaal, doet het zeer. Nou, dan kun je nagaan, hè. Ja. Maar oké, ik ben er weer. En het zal met de komende dagen en weken misschien wel met veel pijn en moeite gaan. Maar ja, ik weet het niet hoor, hoe het gebeurd is. Ik weet het echt niet. Het ging zo snel. Ik wil gewoon die deur open doen, want die staat als een parkeertje. Dat ik het kan over de deur heen kan. En ja. Gandalfie. Ja, wil er eentje naar binnen. Ja, wil er een naar binnen. Onze Rijka wil naar binnen. En moet jij dan naar buiten? Nee? We moeten straks wel lopen, maar we zitten eerst nog te wachten op mijn schaduwbegeleidster. Die komt en dan zouden we samen met de honden uit. Nou, die zou 1 uur in komen, dus. Ja. Moet je nou? Wat moet je nou? Hi. Ja, ik weet het anders ook niet. Nou ja, ik wil ik richting mijn bureau om dan die kant weer op te gaan. Ga ze weer voor me. En Rijken die begrijpt maar in de poten, hè? Hallo, dames. Waarom doen we dat dan niet buiten? Kom op naar buiten. Kom op naar buiten. Hé, kom op. Hup. Hallo, naar buiten, naar buiten. Jij ook naar buiten. Naar buiten. Daar zit de mond weer in. Ga naar buiten. Kom maar naar buiten. Kom. Kom dan. Ga kijken. Nou, die zijn buiten alle drie. Mooi, heb ik rust. Eventjes, hopelijk.
Heel eventjes, ja. Er staat hier wat omhoog, ik weet het niet, er staat een klein plukje, die staat een kant op wat eigenlijk niet moet. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Krijg ik ook niet anders voor elkaar, maar het maakt allemaal niet uit. Nee. Dat moet ik nog steeds doen, hè. Ja, wanneer ik er aan toe kom, weet ik niet. Ik zou het vandaag gedaan hebben, ik zou het al gedaan hebben. Maar ja, als je er komt te vallen, hè. Ik geef het je te doen, want een hoop mensen van mijn leeftijd, die breken gelijk een heup of weet ik veel wat, komen in het ziekenhuis terecht, weet ik nog, denk ik ook. Ja, gaat goed hier. Jongen, nog en toe, en dan stem op de goeie, hè, en niet op Rutte, vertikken maar. Ja, zelfs een jonge meid stemt op Rutte, wat? Je wilt toch je vrijheid, dacht ik, terug? Of niet dan? Ja, of je wilt je leven lang opgesloten willen blijven zitten, want dat is hun bedoeling, hoor. Ja, echt wel. Ik lieg er niet om. Maar in ieder geval. Mijn stemkaart, nou, en mijn paspoort zit in mijn tas, dus ja, het komt allemaal vanmiddag goed. Als mijn schaduwbegeleidster weer weg is, ga ik dat eerst doen. Pak de booster en dan ga ik daar naartoe. En dan rij ik er voorzichtig naartoe, want de hobbels en de kuilen zullen wel ook in mijn lichaam gaan. Ja, dat zal ik dan wel vernemen, maar dat merk ik dan wel. Ik hoef ook niet zo te zijn, maar ik weet het niet. Maar oké, lieve vrienden, geniet van de dag. Het is vreemd weer, grijs-grauw, maar het is nog steeds droog. Dus ja, daar heen maar mee te dealen. Ja, toch? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet maar. En de juiste stem en niet de verkeerde. Nee, moet je niet willen. Want anders blijf je leven in lockdown zitten. Want komt er weer de virus terug. Ja, als die straks over is, de virus. En dan komt over een jaar of twee jaar weer, krijg je weer die lockdown. Nee, is niet nodig. Het helpt geen mouw aan Hannes. Nee. Dus gewoon normaal door blijven gaan met je leven. Maar wat ze daar zeggen, dat is allemaal niet waar. Dat is een leugen in eerste klas. Moet je maar goed uitzoeken. Moet je maar goed kijken. Want de corona zelf, dat bestond ook al jaren. Ja. Het boek heet The Eyes of Darkness. Lees ook dat boek maar eens. Ja, en ga maar googlen. Bestond al ergens somewhere in de 18e eeuw. Dus ja, waar hebben we het over? Over het virus, ja. Maar oké, ik zou zeggen, gedaan zaken nemen geen keer. Maar wij hebben onze rechten en kom daarvoor op. Ja, meer zeg ik er niet over. Nee. Ik zou zeggen, tot later. Hallo lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, ja, ik kreeg weer een leuk pakketje in de brievenbus. Ja, vriendin, Joost mag het weten, maar ja, ik heb ooit wel een Joost gekend, maar ik weet niet meer waar die zit. Nee, toen was nog een kind hoor, was nog een boxkindje. Maak het straatje en het pakketje. We gaan hem openen. Zo. Ik weet echt niet meer wat erin zit. Nou zeg. Oh ja, van mijn nagels. Ja, kijk wat toen ik mijn nagels leren lakken. Dat is lang onderweg geweest. Ik weet niet eens meer hoe je het gebruiken moet. Joost mag het weten. Een dingetje. Nog meer van die dingetjes. Allemaal plastic dingetjes. Ik weet het echt niet hoor. Ik weet het echt niet. Zo. Dan zal ik eerst moeten leren. Ik weet dat het voor de nagels is. Wet 1. Een draai 2. Nou ja, dat zoek ik gewoon een keer uit wanneer ik geen pijn meer heb. Want je wilt niet weten hoe ik me voel. Ja?
mijn neus. Maar oké, ik moet straks ook de stemmen, maar ik zit nog lekker aan een bakje koffie. Ja, en ik zit niet alleen, maar dat gaat jullie lekker niks aan. Nee, mag weer niet van de baas. Een beetje genoeg, ja. Maar in ieder geval, komt allemaal goed. Dan moet ik dat er weer in krijgen. Oh. Gaat goed, maar niet heus. Dus ja, dat is heel lang onderweg geweest. Dat heb ik 2 maanden geleden al besteld. Dus hoe lang is dat onderweg? Nou ja, maar we hebben het. En daar gaat het om. Ja, toch? Ja. Nou, ik zeg, lieve vrienden, stem op de goeie. En niet op de verkeerde. Nee, Rutte moet weg. Punt. Doei!